allemaal, we zitten alweer in de maand augustus en zoals je misschien wel kan herinneren, waren we ooit een serie start, Budgettoppers, en die hebben we vorige maand overgeslagen. De reden daarvan is omdat we vorige maand gewoon echt helemaal geen interessante en leuke deals zagen. Tenminste, ze waren misschien wel interessant, maar we vonden ze gewoon niet spannend genoeg om met jullie te delen. Maar nu in de maand augustus hebben we wel weer hele leuke toppers gevonden en vandaar dat we dus nu weer eindelijk een aflevering voor jullie hebben. We hebben weer leuke aanbiedingen op het gebied van lifestyle, fashion en beauty op je te wachten staan. En vind je het leuk dat er weer een nieuwe Budgettoppers is? Doe dan vooral vast eventjes een duimpje omhoog en vergeet je ook zeker niet te abonneren. En dan gaan we nu gewoon gelijk verder naar de toppers. Nou, de fishnet trends heb je vast wel voorbij zien komen. En dat is eigenlijk een panty of een sokje met zo'n soort patroontje. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het beter uit kan leggen. Het lijkt echt op een fishnet. Ja, de fishnet trend in ieder geval. En deze sokjes, die zijn nu in de aanbieding bij de Big Bazaar voor echt heel weinig geld. Deze sokjes met echt die kleinere fishnet, namelijk voor €1,89. En dat is serieus echt een goede deal, want ik heb bij Urban Outfitters ongeveer 2 maanden geleden gewoon een tientje betaald. Ja. Voor deze sokjes. Maar bij Big Bazaar heb je dus vrijwel gewoon dezelfde, zoals deze, voor nog geen €2. Wij combineren ze vooral heel erg graag gewoon in combinatie met sneakers. En Tara had het laatst aan onder een jurkje met haar hoge Vans Skate High sneakers. En dat vond ik echt super leuk staan. Maar ik heb ze ook een keer gedragen bijvoorbeeld met All Stars onder gewoon een mom jeans. Is het heel erg leuk. Naast de sokjes kun je ook nog terecht voor een fishnet panty. Die zijn ook heel erg leuk. Bij de Van Haren heb je op dit moment een mooie deal voor Puma sneakers. Nou, het model ken je waarschijnlijk wel. We brengen ze nu eventjes in beeld. Het zijn gewoon degene die op dit moment wel hip zijn. Ja, het zijn echt super makkelijke sneakers. En ze zijn nu voor iets goedkoper te krijgen, namelijk... Deze met platform, die zijn €65. En degene die met een iets dunnere sol hebben, die zijn €55. Dus dat is wel een prima bedragje. En het zijn gewoon sneakers die je echt met alles kan combineren. Rokjes, jurkjes, broekjes, shorts, mom jeans, echt van alles. We hebben op dit moment deze twee Puma's. Dit zijn niet degene die je kunt halen nu bij de Van Haren. Maar ze lijken er wel een klein beetje op. Ze lijken er heel erg op eigenlijk. En ze lopen echt onwijs lekker. Echt als wolkjes. Heb je een iets kleiner budget, dan heeft Van Haren ook andere leuke platform sneakers. En deze zijn volgens mij gewoon van het Van Haren merk zelf. En die hebben echt een dikke vette platform. Dus dat zijn echt gewoon die platform-achtige sneakers. Super leuk. Ze hebben een fluweelachtig stofje. En zijn verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren. Met ook een soort van juweel aan de voorkant erop, wat ik wel heel erg leuk vond. En deze zijn €30, dus heel erg budgetproof. Wel een lekker prijsje. En ik vind ze echt super tof eruit zien, dus lijken wel veel duurder dan wat ze zijn. Dus dat vond ik ook een hele leuke tip en aanrader. Bij de Ethos heb je nu echt super leuke zonnebrilhoesjes. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om je mooie zonnebril goed te bewaren. Dus als je er geen één hebt, schaf er zeker eentje aan. Want als je hem gewoon in je tas gooit, komen er geheid krasjes op. En degene bij Ethos, die lijken qua model van het hoesje heel erg op die van Ray-Ban. En ze hebben hele leuke printjes, namelijk met flamingo's en ananasjes. Ja, ik vind vooral die met flamingo's. Flamingo's, heel erg cute. En de prijs? €5. Bij de Quantum kan je nu terecht voor heel veel soorten lightboxes. En die gaan allemaal vanaf €7. Nou, als je niet weet wat een lightbox is, dit is er eentje. Het wil niet zeggen dat dit dan degene is voor €7. Het is best wel groot, dus ik kan me voorstellen dat deze iets prijziger is. Maar goed, die is wel echt heel erg leuk. Je kan... Oh, ik loop alle letters eruit te gooien. Je kan hier tekst op doen en dan kan je hem zo aanzetten. En dan... Dat kan je nu niet zien. Dan is het gewoon heel erg leuk om dit neer te zetten op je kamer. En ze hebben dus bij Quantum heel veel verschillende soorten. Dus de keuze is reuze en dat is altijd leuk. Nou, we blijven even in de Quantum sferen. Want wat je ook bij de Quantum momenteel hebt, is zo'n hele toffe decoratieskul. Als je ons al een tijdje volgt, weet je misschien nog wel dat Tara en ik, nou echt maanden geleden, zo'n hele grote skul bij de Action hadden gekocht. Ik weet niet meer precies hoeveel we destijds ervoor hebben betaald. Maar deze bij de Quantum ziet er ook echt super gaaf uit. En heeft verschillende kleuren en zo'n skull. Hij is uiteraard nep. Is gewoon heel erg tof voor aan je kamer. Het geeft echt gelijk zo'n soort van... Ja, het is nog steeds echt leuk. Ja, iets westerns, iets stoers. En dat is wel heel erg leuk als je bijvoorbeeld je muren helemaal wit zijn en dergelijke. Maar deze decoratieskul is serieus maar €9,50.
En wat ik er nu in ieder geval van kan zien is dat hij er heel erg tof uitziet. Dus ik zeg, dat is echt een budgetprijs. En bij de Quantum hebben ze nu ook een heel tof kledingrek gemaakt van steigerbuizen. Nou, je kan het natuurlijk zelf DIY'en, maar geloof me, die dingen zijn niet goedkoop om te halen. Mm-hmm. Maar dit kledingrek kan je gewoon kant-en-klaar kopen voor 35 euro. En hij staat echt super stoer. Dus als je echt van die industriële look houdt, kan je deze gewoon in je kamer knallen en dan ben je al heel ver. Bij de Kruidvat is de VIP op dit moment met 50% korting. En mocht je niet weten wat een VIP is, nou, we hebben het trouwens wel een paar keer genoemd op dit kanaal, geloof ik. Ja, in een favorite waarschijnlijk. Het is een spray, die spray je op het water van je toilet. Dan ga je schijten en dan, en dan floept je drol onder het water en dan heb je geen geur. En wij kunnen je uit ervaring vertellen dat het echt werkt. Deze spray, soms spreek ik het ook achteraf. Ik weet niet of ik echt nu te veel in detail ga. Maar deze spray werkt echt heel erg goed. Het werkt beter dan een normale wc-verfrisser. Dus want deze kost nu 5 euro. En ja, hij was 9 of 10 euro. Ja, precies inderdaad. En je hebt in 3 verschillende geuren. Kleuren en geuren. En wij hebben hier de roze versie. Die is heel erg lekker. En op onze blog endlessweekend.nl kan je een review lezen over dit product. En je denkt misschien wel van, waarom zijn jullie hier nou zo enthousiast over? Het is toch normaal dat het een beetje stinkt of whatever. Ik weet zelfs dat de eerste keer dat ze het noemde, dat het iemand zei van, oh, je bent aan het poepshamen of whatever. Mm-hmm. Weet je dat nog? Ja, weet ik nog. Maar het is niet zo dat je het moet verbloemen. Maar het is wel gewoon chill om te hebben. Want stel dat je op reis bent en je bent met je vriendinnen en je deelt een hotelkamer, dan is het toch niet zo chill. Ja, het is gewoon niet ook zo al is chill. Het normaal, het is gewoon niet chill. Als iemand bijvoorbeeld daarnaast een make-up in de badkamer wil doen. Ja. Dus het is gewoon handig. Het is dus voor jezelf fijn en het is voor anderen fijn. Nou, Kruidvat staat ook helemaal bekend om de NS-treinkaartjes, aanbiedingen die zij heel vaak hebben. En ook deze keer hebben ze weer die aanbieding gehad. Dus als je dus van die treinkaartjes kan kopen waarmee je het hele land door kan gaan voor 13,99 euro. En als je bepaalde Kruidvatpunten hebt, dan kan je hem shoppen voor 12,50. Maar deze actie loopt altijd echt als een trein. Trein was beter. Als een trein. Dus het kan zijn dat hij misschien bepaalde filialen is uitverkocht. Maar ga eventjes checken, want het is altijd gewoon echt een super chille aanbieding. Dan heb je bij de Kruidvat nog meer leuke zomerse dingetjes. Voor 5 euro scoor je al een hele leuke tropische koeltas. Perfect voor dit tropische zomerweer dat we in Nederland hebben. In 4 verschillende kleuren. In 4 verschillende kleuren. Vind ik wel heel leuk. Voor als je weer een keertje naar het park gaat en koude drankjes mee wilt nemen. En voor 2,99 kan je ook een heel leuk telefoonhoesje scoren met bijvoorbeeld ananasjes erop. Dus als je dan zeg maar geen zomer hebt in Nederland, dan hou je de zomer maar naar Nederland. Nou, mocht je na de zomervakantie op kamers misschien wel gaan, dan heeft Aldi ook hele leuke aanbiedingen. Want zij hebben verschillende home- en keukenaccessoires met hele leuke cactusprintjes. Wat is het? Nee, ik moet gewoon lachen. Dacht zeg eens fout. Nee. Cactusprintjes en van die plusprintjes, die vond ik wel heel erg leuk te rijden, maar vooral de cactusjes. En daarom vind ik het ook heel schattig. Het klonk gewoon ineens heel suf. Home en keuken accessoires. Ja, maar ja, laten we. Ja. Ja, maar het is wel echt heel erg leuk. Want ze hebben echt dekbedden en theedoeken en dat soort dingen. Met cactusprint en die plusjes, dat is best wel Scandinavisch en hip. Dus ja, het is wel echt heel erg leuk. Ik weet niet waarom ik moest lachen. En dat zijn gewoon verschillende prijsjes natuurlijk. Maar check zeker eventjes bij de Aldi bij jou in de buurt. Wat er nog beschikbaar is, ziet er in ieder geval echt super schattig uit. Nou, bij de Ethos heb je op dit moment een Ethos Fixing Spray met kokosgeur. En dat is volgens mij gewoon hetzelfde als een make-up setting spray. Oftewel een spray die je over je make-up heen sprayt nadat je make-up dus hebt gedaan. Met het idee dat je dan langer van je make-up kan genieten. Ja, vooral zeg maar dat het gewoon langer goed zit en niet afsmelt als je heel erg een vettige huid hebt. Ik gebruik altijd make-up setting spray van Urban Decay. En ik moet zeggen dat ik al wel op zoek was naar een leuke budget variant. En deze kost maar €4,99. Dus ik vind dat op zich wel een heel fijn prijsje om hem even uit te proberen. Mm-hmm. En als je er al ervaring mee hebt, let me know, want ik ben echt super benieuwd. We blijven nog eventjes bij de Ethos, want ze hebben momenteel ook een hele leuke toilettas in de aanbieding zitten. En dat is een hele leuke toilettas die een beetje omhoog staat, wat super handig is. Maar er zitten van die hele leuke flamingo's op en dat is gewoon super cute. Ja, we blijven gewoon echt fan van die flamingo's. Ja. Dat blijft gewoon. En het prijsje hiervan is €5,99, dus dat vind ik ook best wel gewoon prima geprijsd. Mm-hmm. En hij ziet er gewoon super leuk uit. Bij de Trekpleister heb je op dit moment een leuke day make-up actie. Je kan namelijk 3 van deze rollen, waar 70 wattjes in zitten,
kan kopen. Dus het is een 3-pack. Mm-hmm. En dan krijg je een gratis reisetuietje erbij. En dat kost allemaal maar €2,99. Dus dat komt neer op 1 euro per rol met watjes. En dit zijn ook nog eens hele goede watjes. We zijn sowieso heel erg fan van D-Makeup. Het is wat duurder, maar het werkt wel echt supergoed. Beter, ja. Het zijn zeg maar zevige watjes. Ze hebben ook vaak nog zo'n goed reliefje erop, waardoor je echt alles eraf gaat. No spon. Nee, inderdaad. Maar het is echt gewoon een super fijn spul. En ik moet ook even eerlijk zeggen dat ik heel erg benieuwd ben naar dat een reisetuietje. Ja, dat is wel handig. Ik vind het altijd fijn om zeg maar watjes, een aantal watjes mee op reis te nemen. Dan doe ik ze heel leuk altijd in mijn toilettas en dan krijg ik van die fuzzy fluffballen. Ja. Ja, en daar kan je dus echt niet goed je make-up mee afhalen. Dus ik dacht, zo'n reistasje is wel echt ideaal. En alleen daarvoor zou ik al gewoon deze actie willen gaan halen. Ja, ik ben gewoon dol op reistasjes en dingetjes. Dus ja, goede deal. Nou, verder heb je bij Trekpleister, Kruidvat en Ethos ook heel veel 1+1 acties op make-up. Dus heb je zeg maar nog nieuwe mascara nodig of je wilt gewoon lekker gaan hamsteren, nieuwe producten inslaan, gewoon een goede voorraad aanleggen. Dan is dit wel echt de tijd, want je hebt gewoon heel veel acties op L'Oreal, Maybelline, wat heb je nog meer? Gewoon allemaal verschillende soorten merken, dus dat is altijd wel heel erg chill en handig om te weten. Oh ja, ben je trouwens ook benieuwd naar mascara's die er momenteel op de markt zijn? Ik heb laatst ook een stapel review van mascara's op onze blog geschreven. Zal ik ook eventjes een linkje in de beschrijving doen. Daar kan je even gaan kijken als je bijvoorbeeld een nieuwe mascara zou willen proberen. Dan kan ik je misschien daarmee helpen. Nou, al deze acties die lopen binnenkort af. En de reden dat we deze video dus ook nu online hebben geplaatst is zodat jullie er zo snel mogelijk bij kunnen zijn. We willen jullie ook heel erg bedanken voor alle lieve reacties op onze allereerste Summer Goal video van de nieuwe serie die we zijn gestart. En ja, het was gewoon heel erg leuk om te lezen dat jullie net zo enthousiast zijn erover als wij. Er komt weer een nieuwe Summer Goal video aan. Nou, wordt de volgende video in ieder geval. Maar wij wilden deze video gewoon eerst eventjes posten, zodat jullie zo snel mogelijk helemaal up-to-date zijn. Nou, vond je deze budgettoppers weer leuk? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En laat ook eventjes in de comments weten welke actie je het leukste vindt. Of welke jij misschien ook wel in de winkel hebt gehaald. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. Want dan word je altijd weer op de hoogte gehouden wanneer we een nieuwe video plaatsen. En dan zien we jullie heel graag weer terug in een volgende video. Doei! Doei. En dat is goed nieuws, want bij de Aldi hebben ze nu hele leuke... Papa wil facetimen. Hallo. Jij probeerde Larissa al te bellen. Ja, ik weet niet. Er is iets met mijn internet. Het ging niet helemaal goed. Hey, ik mis Rami. Ah. Ik wil komt hij naar binnen en dan geeft hij kopjes en dan geef ik hem eten. Ja, hij ligt hier volgens mij nu ergens. Hij is nu voor het eerst stil. Want hij heeft alleen maar lopen miauwen. Maar ja. Laat hem eens zien. Ach, ik ga hem even zoeken. Hallo. Rami. Hij zit achter de bank. Oh wacht, misschien kan Rama jou zien dan. Wie is dit? Rami. Rami. Hey jongen. Boefie. God. Ben je Larissa? Hier. Doei! Rustig aan met hem, hè? Ja, ik stuur straks wel een update. Oké. Doei.